Ik sta hier naast Falco Ebben van Pigeon Pixels. Falco, wat doe je op de beurs? Nou, sinds enkele jaren maken we ook duivenfilms. Momenteel hebben we net onze 5e film uit. Die heb ik samen met de cameraman Frans Stekker gemaakt van Gerrit en Bas Verkerk. Dus we staan hier vooral om wat films te verkopen eigenlijk. Want naast films maken ben jij natuurlijk een topfotograaf in de duivensport. Dat is inderdaad de core business, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, op een beurs sta je eigenlijk meer met de films dan voor de fotografie. Ja, een praatje te maken natuurlijk met de fotoklanten. Ja. En dat gaat langzaamaan goed? Het gaat heel erg goed, maar natuurlijk heb ik ook wel een beetje zorgen om de toekomst van de duivensport in Nederland. En daarom, je vraagt naar mijn doel en mijn doel is om in ieder geval zo lang actief te blijven. Als dat lukt, dan gaat het met de duivensport in ieder geval ook nog goed. Als de mensen een film willen laten maken, hoe lang duurt zo'n film dan? Nou, dat kan alle kanten op natuurlijk. Als mensen bijvoorbeeld een promotiefilmpje van hun hok willen laten maken, dat doen wij ook. Dan kun je een filmpje laten maken van enkele minuten. Deze documentaire bij Gerrit en Bas Verkerk, die duurt ruim 1,5 uur. Maar daar zijn we ook meer dan een jaar mee bezig geweest. Dus je krijgt wel heel veel toppers als klant? Ik hoop dat de mensen dus ons ook weten te vinden straks als ze misschien een promotiefilmpje voor hun eigen hok willen hebben. Ja. Want dat is natuurlijk wel iets wat we graag zouden doen. The pigeon sport in the Netherlands has a great history, especially in the southern part of the Netherlands. Ga je op de grens over? Dat is op zich geen probleem. Meertalig dus? Nou ja, deze film is bijvoorbeeld met ondertitels gemaakt. Dus we hebben dus in het Frans, in het Duits, in het Engels. En we hebben ook al film bij Gunther Prange gemaakt. Dus in die zin gaan we ook de grens over, ja. En daar waar je gefilmd hebt, allemaal tevreden klanten? Tot nu toe wel.